De oorlog die begon op 7 oktober heeft aan 1200 onschuldige burgers in Israël het leven gekost. En elke dag vallen er meer en meer slachtoffers aan beide zijden. Ook in Nederland is er veel woede en onmacht. Bij zoveel verdriet en ellende rijst al snel de vraag, waar is God in dit lijden? Bij mij aan tafel dominee Henk Poot. Henk, van harte welkom. Is dat een vraag die goed of makkelijk te beantwoorden valt? Waar is God? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een van de moeilijkste vragen is die een mens die in God gelooft kan hebben. In het groot, zoals we Auschwitz hebben meegemaakt, zeg maar, in de gruwelijkheden van 7 oktober, maar ook in het persoonlijk leven van mensen kunnen er dingen overkomen waar ze een antwoord zoeken zonder een direct antwoord. Ja, de zin van het lijden is eigenlijk het thema. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We beginnen onze uitzendingen heel vaak met even terugkijken van wat is er de afgelopen dagen gebeurd. En een aantal dingen in het nieuws zijn ons opgevallen. Ten eerste dat de families van de mensen die nog steeds gegijzeld zitten in Gaza, die hebben de belofte uitgesproken dat ze blijven protesteren buiten de privéwoning van Netanyahu, de premier, totdat hij instemt met een deal. Wat vind je daarvan? Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja, maar het is tegelijk ook ingewikkeld, want een deal betekent staakt het vuren en dan kan Israël ook niet verder met het uitschakelen van Hamas. Ja, ik ben ook geen politicus, ik weet ook niet wat het betekent en je hoort ook wel stemmen. Als je de nieuws volgt in Israël van nu stoppen betekent dat we het verliezen, dat we het momentum verliezen. Maar ja, ga eens in de schoenen staan van mensen die hoe lang al niet hun geliefde kwijt zijn. Dagen, ik zou dan ook zeggen, wat er ook gebeurt, maar ze moeten terug. Dat is het belangrijkste nu. Ja, tegelijk hebben ook rouwende familieleden bomen geplant op de plek waar dat festival heeft plaatsgevonden. En dus ook dat bloedbad op 7 oktober. Ja. Ter herinnering eigenlijk van die mensen die ze verloren zijn. Dat is ook wel weer een mooie manier van het verwerken, toch? Ja, zonder er al te veel over te zeggen, maar dat is wat je eigenlijk altijd wel merkt in de samenleving in Israël. Als er iets vreselijks gebeurt, ook bij een terreuraanslag, dan beantwoordt men door iets wat met het leven te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld een boom planten. Ja, precies. Ja, ja. Of een nieuwe plek te stichten of zo in Judea en Samaria. Maar ja, een boom heeft met leven te maken. Ja. Nou ja, een derde bericht wat ons opviel in het nieuws is dat Hamas een rapport heeft uitgebracht waarin ze hun motieven toelichten van 7 oktober, wat ze toen gedaan hebben. En daarbij beweren ze dat het geweld wat op 7 oktober is gepleegd tegen vrouwen en kinderen, dat ze daar tegen zijn. Vanuit moreel en vanuit religieus opzicht. En dat die doden, dus de vrouwen en kinderen, de onschuldige burgers, dat kwam door fouten van Hamas-strijders of Hamas-terroristen en van de IDF zelf. En heel veel Palestijnen geloven overigens ook niet, zeggen onderzoeken, dat er zoveel geweld op burgers is gepleegd. Wat zegt dat, dat Hamas met zo'n rapport naar buiten komt? Ja, ik ben bang dat het voor de bühne is, omdat het geweld, de geweld met name naar vrouwen toen natuurlijk nu wel echt naar voren begint te komen, zelfs bij de Verenigde Naties. Maar uit getuigenverslagen van gevangenen werd gezegd dat zij daar wel vragen bij hadden. Mm-hmm. Maar dat hun geestelijke leiders hebben gezegd, ja, dit is een uitzondering en ga maar en doe alles wat normaal gesproken eigenlijk verboden zou moeten zijn. Dus het werd eigenlijk goedgekeurd? Ja, het werd goedgekeurd. Ja. Maar waarom komt Hamas dan met zo'n rapport? Is dat om een beetje goede sier te maken? Ja, dat denk ik. Ja. We gaan naar ons onderwerp van vandaag. Ja. Dat is waar is God in het lijden? En we hebben jou gevraagd om met ons mee te denken over een onderwerp voor deze livestream. Waarom heb je specifiek dit hele moeilijke onderwerp gekozen? Misschien ook wel omdat het een van mijn grote vragen is. Als je de gruwelijkheden van 7 oktober. Ik heb niet eens naar de filmpjes gekeken, ik heb een paar stukjes gezien, maar ik heb aan de woorden alleen al genoeg. De filmpjes van wat er toen gebeurde op 7 oktober. Ja, die Hamas-strijders hebben opgenomen. Dat was blijkbaar geen foutje. Maar dan heb je toch de vraag van
alsjeblieft had u dat niet kunnen voorkomen. Mm. En dat is natuurlijk in het grote de vraag die, die ook bij Auschwitz als een, bijna een soort metafoor gesteld wordt. Maar ook zoals ik daarnet zei, in ons persoonlijk leven kunnen er dingen gebeuren waar je werkelijk... Waarbij je zoekt naar de aanwezigheid van God. En sommige mensen zelfs die geluiden hoor je natuurlijk ook, dat mensen zeggen, ik geloofde tot aan 7 oktober. En er zijn geen eenvoudige antwoorden. En dit was zo vreselijk. Ja. Daarom hebben mensen het geloof vaarwel gezegd. Elie Wiesel, de Nobelprijswinnaar en zelf overlevende van de Shoah, die heeft gezegd, je kunt de Shoah niet voorstellen met God, je kunt hem ook niet voorstellen zonder God. Hmm. Wat bedoelde hij daarmee? Dat als God er niet bij zou zijn, dat het dan helemaal verschrikking zonder toekomst is. Maar hij heeft wel gezegd dat elk antwoord dat je probeert te formuleren, want dat probeer je toch, uitgesproken moet kunnen worden voor de brandende kinderen. Dat zijn de kinderen die gelijk bij aankomst in open brandende putten gegooid werden. En je zou kunnen zeggen, elk antwoord dat wij proberen te formuleren op die grote vraag moet uitgesproken kunnen worden voor de oren van de gijzelaars. Ja. Nou ja, er zijn dus mensen, je noemde het al net, die zeggen van nou, vanaf 7 oktober geloof ik niet in God. Diezelfde uitspraken hoor je ook van, over de Holocaust. Van, ja. Als de Holocaust heeft kunnen plaatsvinden, dan zou er geen God zijn. Begrijp jij dat? Zeg maar, nou ja, maar dus natuurlijk, na de Shoah is daar ook, zeker in Joodse kringen, ook op gereageerd. Mm. Sommige mensen zeiden, het was het failliet van het christendom. Anderen zoals mevrouw Rubinstein, die heeft een boek geschreven dat het onmogelijk was om in God nog te geloven, dat het hele beeld van God in gruzelementen gevallen was bij de verschrikkingen van de Shoah. En daartegenover heeft een rabbijn, Eliezer Berkowitz, ik heb hem een keer gehoord, jaren geleden, gezegd, ik ben naar Amerika gegaan waar allerlei jonge Joodse mensen die niks hadden meegemaakt zeiden, God bestaat niet meer. En toen heb ik tegen hen gezegd, waar haal je het lef vandaan om dat te zeggen als mensen met het Shema Yisrael op hun lippen de gaskamer ingingen? En als mensen, het laatste houvast van mensen was God. Hij sprak in dat verband overigens over heilig ongeloof. Mm. Dat je ook mensen die zoveel te verdragen hebben dat ze het niet meer kunnen opbrengen en het opgeven, dat ook die veilig bij God zijn. Ja, dat is iets heel anders. Die mensen die het hebben meegemaakt, echt het lijden, ja, is iets heel anders dan dat wij hier veilig op ons afstandje precies, in de studio... Precies, dat ik een dogmatisch verhaal gaan zitten maken of juist niet. Ja. Maar je noemt het heilig ongeloof, hè? Leg dat eens uit. Wat bedoel je daarmee? Nou, je hebt ongeloof wat voorkomt uit een bepaalde manier van denken, ratio, cool, koud, afstandelijk. Maar je hebt ook ongeloof in het vuur van het lijden. Hmm. Maar ongeloof is toch ongeloof? Wat is daar heilig aan? Dat het een bijzondere vorm is, zeg maar, van ongeloof die misschien zelfs voor de ogen van de Allerhoogste kan bestaan. Hm. En niet een soort vrijblijvende, seculiere opmerking. Nee. En als je naar de Bijbel gaat, dan zie je ook dat daar uitspraken zijn die daar heel dicht in de buurt komen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het zijn woorden die de Heer Jezus zelf heeft uitgesproken, maar al eerder door anderen. En als je dan doorleest in de psalm van de gruwelijke dingen die gebeuren, en dat vind ik aan de ene kant moeilijk, maar aan de andere kant ook zo mooi van de Bijbel, dat we niet een soort leer krijgen waarin alles klopt, maar waarin de Bijbel, je kunt zo meelezen en meevoelen en je meeherkennen in de woorden van de Bijbel. Dat je die worsteling eigenlijk herkent. Ja. God verbergt dat niet. Nee, die zegt, nee, die worsteling is er. En de Heer Jezus bijvoorbeeld, een van de woorden die de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, en nog steeds, die zegt, ze zullen sommigen van u doden, zegt hij tegen ze. Maar wees niet bevreesd, want je bent geborgen. Dat is zo'n paradox dat je zegt, waarom als u straks zich proclameert als de overste van de koningen der aarde, waarom
kunt u dan zeggen dat ze sommigen van u zullen doden? En toch, het zal gebeuren. En tegelijkertijd, daarom staat naast Psalm 22, eigenlijk met hetzelfde aantal woorden waarmee de dichter in Psalm 22 zijn verbijstering beschrijft, mm-hmm. met hetzelfde aantal woorden staat in de psalm daarna: u bent altijd bij mij. Zelfs gaat dat door samen, die wanhoop en die hoop, in de psalmen dan? Blijkbaar. Ja. Blijkbaar. Het is zelfs zo dat in de profeten staat dat de engel des Heren benauwd was in al hun benauwdheden. Dan is gelijk de vraag weer, maar God is toch almachtig? En tegelijkertijd staat dat naast elkaar. En misschien dat alleen een mens die door het vuur van het lijden heen gaat, dat beseft dat hij aan de ene kant zich mag herkennen in woorden die zijn zoeken en die zijn vertwijfeling uitdrukken. Hmm. En aan de andere kant zich mag vastklampen aan de woorden, zelfs dat God zelfs in de diepste duisternis aanwezig is. Ja. Maar goed, dan stellen heel veel mensen de vraag van: God is toch een almachtig God? Dan zou die ook het lijden kunnen voorkomen. Zou die zijn kinderen voor kunnen bewaren? Ja, dat is ook zo. Maar waarom doet hij dat dan niet altijd? Ik weet het niet. Je kunt niet uitvlakken, ook rond 7 oktober, dat er mensen bewaard zijn gebleven. Dat mensen God danken dat dat gebeurd is. Hmm. En terecht. En tegelijkertijd. Ik heb er geen antwoord op. Nee. Wat wel zo is, als we wat verder af gaan staan misschien, mm-hmm. er is ook een lijden van God. Ja, hoe bedoel je? Ja, ik zeg het wat eenvoudig, maar je zult maar God zijn in deze wereld. God is er niet bij NPO 1. God wordt niet gevraagd, God wordt... En als je de Bijbel leest, als er iets is... Ik ben bezig geweest de hele tijd met Romeinen en dan lees je dat er iets is waar God zich, waar God ontdaan van is en ook overtoornd, is dat mensen hem inruilen voor iets anders. Of dat mensen hem prijsgeven, dat je geen God meer kan zijn. Hmm. En dan schrijft Paulus in Romeinen 1, en dat is de wereld waar we in leven, die niet alleen maar een gebroken wereld, ik heb het net even opgezocht weer, dan zegt hij: mensen achten het verwerpelijk om God te erkennen. Mm. In die wereld leven we. Ja. Het is met, niet zo met dat heel ze veel secularisatie in deze Precies. wereld. Ja. God wordt weggeworpen, wordt buiten de media gehouden. En daarom heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. En dan gaat er een hele lijst. En dan kom je tegen slechtheid, haters van God. Vindingrijk in het kwaad en verduisterd in hun denken. En door die onverloste wereld gaat het spoor van Israël op weg naar het koninkrijk van God en het herstel van alle dingen. Hm. En in een wereld die van God vervreemd is, in een wereld die God verwerpt, kun je erop wachten dat die wereld uiteindelijk ook de oogappel van God zal verwerpen. En dat is Israël. En dat is Israël. Dus je zegt eigenlijk, maar niet alleen van Israël, deze... ook al Gods kinderen. Ja. We hebben daar misschien niet altijd veel aandacht voor, maar wat er ondertussen in Noord-Korea, in Nigeria gebeurt met christenen, dat waar Open Doors ook aandacht voor vraagt, is natuurlijk ook immens. Ja, maar je zegt even kort samengevat, en verbeter me als ik het niet goed samenvat, mm-hmm. maar je zegt van de wereld die keert zich af van de Heere God, ook daar leidt God diep onder, want hij wil gekend zijn, hij wil aanbeden worden. Ja. En door het feit dat de wereld zich afkeert als een soort van gevolg, worden Gods kinderen, dus Israël en deels ook wij als christenen, worden vervolgd en verguisd. Ja, Paulus zegt God tot 3 keer toe dat God die wereld heeft overgegeven aan de machten van de duisternis. Maar waarom doet hij dat? Waarom geeft hij dat over? Wat Ik denk dat hij God toch? Zo gekwetst is dat hij zegt: ga die gang van de zonde dan maar als je daarvoor kiest. Hm. En dat hij zijn handen ervan aftrekt. Paulus zegt niet dat hij het maar laat lopen. Hij ziet het wel, maar hij spaart het op tot het oordeel. Hm. Hij verdraagt het, zegt hij. Hij verdraagt het. Hij is in staat om het te verdragen. Ja. Maar dat geeft geen antwoord op alle vreselijke dingen die er gebeuren. Maar dat is wel de werkelijkheid waar kinderen van God doorheen gaan. Ja. En waar God ook doorheen gaat. Want ik denk dat
dat we veel te weinig beseffen dat er ook in onze gebeden, dat, mag je dat zeggen, dat er mededogen, medelijden met God is. Om wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Als je de schepper van hemel en aarde bent, als je elk mens de levensadem geeft en je wordt ontkend. Je wordt in onze Nederlandse samenleving, in de media, afgezien van de christelijke media, maar beginnen mensen plaatsvervangend te grinniken als iemand in een actualiteitenprogramma of een talkshow de Bijbel durft te openen. Ja. En zover God, zijn we eigenlijk van God afgegaan. God is er niet meer bij. En ja. Zegt, dat zorgt er ook voor dat de leugen gaat regeren. Dat zie je ook bij Hamas. Ja. Dat, soms heb je het idee dat je in de omgekeerde wereld leeft. Zeg ja, maar. Wat we net ook noemden hè, bij de actualiteiten inderdaad. Ik wil graag naar Israël in deze tijd. Van, ja. Sinds 7 oktober is Israël verwikkeld in een oorlog met Hamas. Hoe kun je deze inzichten of deze gedachten over het lijden, over hoe God lijdt, hoe mensen lijden, hoe kun je dat toepassen op deze situatie? Israël bevindt zich aan de ene kant op het erfdeel des Heren, maar tegelijkertijd in bezet gebied, zeg maar, waar Paulus ook over zegt dat we de strijd te voeren hebben tegen de geestelijke macht in de hemelse gewesten. En waar de Bijbel van zegt, ja, Christus heeft al overwonnen, maar de duivel is, de overste van de wereld is neergeworpen op aarde en is vergrimd. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. En in de ontlading van zijn grimmigheid bevindt zich het volk van Israël. Maar dat is één kant. De wijze van Israël, en ik aarzel omdat je, voordat je het weet, dan veer je weer van alles van, maar die zullen in het lijden dat hen overkomt altijd teruggrijpen naar de Heilige Schrift. Mm-hmm. En kijken naar het lijden wat hen meer is overkomen. Bijvoorbeeld de Babylonische ballingschap in de tijd van de grote profeten. En daarin, en dan zullen zij zelf zeggen, ja, het heeft blijkbaar ook te maken, niet alleen fysiek en niet alleen militair, maar dat wij als volk van God ook, en dat kunnen we als kerk ook doen, en als mens ook doen, dat we de deur openzetten voor het kwaad. Door te weinig God aan te hangen, te weinig God een plaats in ons eigen leven te geven. Dan laten we als het ware zijn bescherming vallen, zeg maar. Maar wil je, zeg je hiermee van nou, 7 oktober is gewoon een straf op de zonde? Israël had zich maar wat beter moeten gedragen en dan was dit allemaal niet gebeurd? Wie ben ik om dat te zeggen? Ik kan dat alleen voor mijn eigen leven zeggen of van de kerk waar ik toe behoor, in alle ootmoed. Maar ik hoor het de wijze van Israël zeggen, ja. Zoeken, in die richting zoeken. Was het niet zo dat bij het leed wat ons is overkomen, ook wij zelf afstand genomen hebben van God. Een soort introspectie, terugkijken van naar jezelf. Dat is wat kan ik beter doen? Beluister op Arut Sheva. Ja. Dat is wat ik beluister bij Israëlische zenders waarin rabbijnen aan het woord komen. En dat is ook hoe ze gereageerd hebben in de tijd van het Nieuwe Testament op de val van Jeruzalem. Ja. Maar zo'n hele ingewikkelde als wij dat hier weer vanuit onze veilige studio in Nijkerk over Israël gaan zeggen Nee, dat is ook niet zo. Voor Israël betekent het wel dat er een weg terug is. Dat het niet alleen maar een noodlot is. Dat de regie niet alleen maar in de handen is van Hamas of van de VN of iets dergelijks. En tegelijkertijd zegt God in de profeten dan ook, dat is niet het laatste. Ik blijf trouw aan je. En hoe bestaat het dat, terwijl ik maar een weinig vertoornd op jullie was, hè, Zacharia 1... die overmoedige volkeren zo tekeer zijn gegaan. Ja. Ik heb hier een stukje opgeslagen uit Jeremia 12, waarin God zegt, ze hebben tegen mij gebruld en ik heb het heel moeilijk gehad met mijn volk. En ik heb de deur opengezet om ze te louteren. En toen zijn de volkeren gekomen en ze hebben niet eens barmhartigheid betoond aan de kinderen, aan de vrouwen en de ouderen van dagen. Ik zal ze, dat is niet de bedoeling, dat is misschien, ik zeg het heel voorzichtig, maar er was natuurlijk een enorme oneenheid in Israël. Maar laat Israël het zelf zeggen. Maar het is een Bijbelse weg
waardoor er ook weer hoop is. Namelijk hoop door bekering. Mm. Dat is de stem van de rabbijnen. Schneerson zegt bijvoorbeeld, alle tekenen van de eindtijd hebben we eigenlijk wel gehad. Hoewel, ik moet nu zeggen dat de ene aardbeving naar de andere doet ons wel. Er gebeuren van allerlei dingen. Maar hij zegt, het enige wat we nog moeten doen is ons voor God verootmoedigen. Verootmoediging, ja. Als we kijken naar het lijden van Israël, hè, dan wordt er ook wel eens het verband gelegd met het lijden van de Heer Jezus. Hoe zie jij dat? De Heer Jezus gaat de weg van... Hij gaat voorop, zou je kunnen zeggen. Hij is de koning der Joden. De zoon van God, de zoon van Israël. En hij gaat door versmading, bespotting, door lijden, door sterven heen, gaat hij zijn weg. In volkomen toewijding aan God. Hij roept uit in de diepst van zijn lijden, waarom hebt gij mij verlaten? Maar weet ook dat God hem zijn beminde in de dood niet zal overlaten. En ik geloof ook dat het volk van God, Israël, diezelfde weg gaat. De kerkgeschiedenis is daar wel vaak op gewezen, dat zoals Christus geleden heeft, het volk ook lijdt, en zoals Christus gestorven is, Jeruzalem verwoest is in het jaar 70, maar Jezus is opgestaan, is opgewekt en zo. Uiteindelijk aan het einde van de tunnel is er die hoop. Ja, na Ezechiël 37, na het dal van de dorre doodsbeenderen, onze hoop is vervlogen, zegt datzelfde hoofdstuk dat God zijn volk zal thuisbrengen. Ja. Ja, als we kijken naar het huidige conflict, hè, 7 oktober gebeurde die verschrikkelijke ramp waarbij Hamas-terroristen 1200 Israëlische burgers doodden. Daarna de oorlog, waar zowel aan de Israëlische zijde als ook aan de Palestijnse zijde heel veel doden vallen en ontzettend veel lijden is. Het lijden van de Palestijnen, wat denk je daarvan? Waar zien zij, zeg maar, God in het lijden? Ja, ik denk dat je... Ik denk sowieso, dat weten we allemaal, als Hamas of de bevolking van Gaza, die zoveel slechter door de Egyptenaren behandeld zijn voor die tijd, na 2005, toen Israël zich daar terugtrok, de hand van Israël hadden aangegrepen. Dus hoeveel mensen werken er niet in Israël uit Gaza, dan was dit allemaal niet gebeurd. Het komt voort uit de aversie en de haat van het Palestijnse volk. En dat heeft ook een hele duidelijke geestelijke component naar Israël toe. Ja. In die zin heeft het Palestijnse volk het lijden over zichzelf heen gebracht. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... Dat het voor ieder individu geldt. Er zullen mensen zijn die in hun wanhoop, ook christenen in Gaza, die zich naar God uit zullen strekken en die naar ons zullen kijken. Die aan de ene kant een hele bevoorrechte positie hebben, want ze zitten op de eerste rij en tegelijkertijd ook meegezogen kunnen worden in wat Romeinen 1 zegt, de haat tegen de oogappel van God. En tegelijkertijd als een mens in de diepte van zijn ellende de Bijbel openslaat, waarom zou een Palestijnse christen die op de puinhopen van zijn huis zit niet mogen uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom zou hij niet mogen zeggen, en zelfs al ga ik nu door een dal van diepe duisternis, ook al hebben mijn leiders daarvoor gezorgd, gij zijt altijd bij mij. Ja. We hebben niet het recht om de God van Israël voor onszelf te claimen. Nee. Wat moet ons gebed zijn juist voor die Palestijnen die zo lijden ook onder wat er allemaal gebeurt op dit moment? Die mensen die er helemaal niks aan kunnen doen, die niet met Hamas geleerd zijn of iets dergelijks, maar die gewoon lijden. Ik denk dat, zonder te vertellen wat ze moeten doen, maar dat God hen mogen bewaren in de verschrikking van de oorlog die ontzagwekkend is. En tegelijkertijd mag ons verlangen ook zijn voor Joden en voor Arabieren, dat door de kracht van de geest van God het moment eindelijk zal aanbreken, dat Esau en Jacob elkaar zullen omhelzen. Ja,
En dat Ismaël en Isaac elkaar in de ogen zullen kijken. Als broers. Als broers. En dat het visioen opengaat van Jesaja 11. Ja. En dat de volkeren op zullen trekken naar Jeruzalem om daar de woorden van God te leren. Die spreken over liefde en wandelen in zijn wegen. Oorlog is geen uitvinding van God. Hm. Ik denk dat dat het gebed mogen zijn dat zijn wil geschieden in de hemel, alzo ook op aarde. Ja. We zien wat er gebeurt, hè? Het lijden van, het van Gods volk, van Israël, van ook Palestijnen. Wat is de reactie van God op wat er allemaal gebeurt? Wat zegt de Bijbel daarover? Dat nochtans, dat is de overmacht van God, zou je kunnen zeggen. Wat God beloofd heeft, blijft staan. Dat zijn woord niet ondergaat in het geweld wat door mensen gebeurt. Dat nochtans het koninkrijk gaat komen. En dat, wat betekent het als Jezus zegt, ze zullen sommigen van u doden, maar wees niet bevreesd. Waarom niet bevreesd zijn? Dat hij zegt, de haren van, daar spreekt een enorme geborgenheid uit. En soms is dat zo paradoxaal. En dat hoef ik mensen niet, ik denk wel eens aan Jozef. Mm-hmm. Die kon natuurlijk ook helemaal geen touw meer aan vastknopen. Van zulke dromen, zulke profetieën gekregen hebben. En je zit in een put en het gaat alleen maar slechter. En je broers zijn stikjaloers op je en daarom gooien ze jou in die put. En tegelijkertijd is het einde dat hij tegen zijn broer zegt, God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie in het leven te bewaren. Ja. Wees niet zo ontsteld. Dus het einde van de paradox. Je moet ontzettend uitkijken dat je, want ook dit moet je uit kunnen spreken voor de ogen van de gijzelaars. Hoe groot moet het goed wel niet zijn wat God zijn kinderen wil schenken als het door dit lijden heen gaat? Hm. Dat denk ik. En voor de rest is nog een aspect dat wij christenen zeggen, dat we niet alleen een leer aanhangen, maar dat wij in alle gebrokenheid, wat Paulus zegt, nazeggen, dat wij samengegroeid zijn in de doop met Christus. En dat wij, dat Christus in ons leeft, dat zegt Paulus. Petrus die zal zeggen, laat je woorden als de woorden van God zijn, laat je handelingen als de handen van God zijn. Laat je ogen als de ogen van God zijn. Wij mogen Joden en ook elke Arabier of Palestijn die ons voorbij komt, mogen wij het gelaat van God toewenden. Hm. Hoe doe je dat? Het gelaat van God toewenden naar iemand die het nodig heeft, die lijdt? Nou, vanmorgen voor de uitzending hebben we nog even gehoord wat Astrid en wat Beatrice gedaan hebben. Die hebben ook vorige week in de livestream gehoord. Die zijn naar Israël geweest, ja, om daar mensen te helpen. Dat, en iedereen probeert dat op zijn eigen manier te doen. Of je dat nou biddend doet of je handen uit je mouwen steken. Zo hebben mensen in de Tweede Wereldoorlog ook gereageerd. Die het ook allemaal niet begrepen, maar die als hen, iemand hen een glas water gaf of onderdak gaf, onbezocht, hebben ze daarin God ontmoet. Mm. Maar onze twee collega's, dus Beatrice en Astrid, hebben dat concreet gedaan in Israël, door daar te gaan helpen met huizen schoonmaken van mensen die geëvacueerd zijn. Is het dan eigenlijk onze taak allemaal om met z'n allen naar Israël te gaan en datzelfde te gaan doen? Ik denk dat een heleboel mensen dat zouden willen, trouwens. Mm. Want je merkt ook op avonden dat de avonden worden veel beter bezocht. Mensen willen wat doen. Willen Israël zegenen nu. Willen Israël zegenen nu. En wat zijn de manieren? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen naar Israël kan of durft. Ja. Misschien moet je dat doen wat God je heeft toevertrouwd. Ik doe dat door proberen het woord van God uit te leggen op avonden. Jij doet dat door deze uitzendingen te laten verzorgen en mensen. Want niet voor niks kijken zoveel mensen. Mm. Mensen
de waarheid te laten horen. Er zullen mensen zijn die zo in de slappe was zitten dat ze zeggen, ja, ik kan zelf niet, maar ik kan wel bijdrage leveren. Andere mensen, er zijn ook bidders. We zijn samen een lichaam van Christus. En niet iedereen heeft dezelfde functie. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Van, er zitten hier mensen dozen in te pakken met Israël-producten. Ja, als we dat allemaal gaan doen, dan... En als we allemaal gaan spreken... Dan komt er niemand mee luisteren, je moet maar goed luisteren welke mogelijkheden God je geeft. En dan kan de een, die kan naar Israël toe gaan, dat zou je misschien het liefste willen. En de andere, wij hebben ook een verlangen om onze kennissen te bezoeken. Mm. Maar op een gegeven moment zeggen zij ook van, ik denk dat je in Nederland ook heel goed werk kan doen. Ja, dus allemaal op verschillende manieren zou het tot zegen voor zijn volk. Zullen we bidden daarvoor? Ja. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, God van deze wereld. We bidden nu voor al uw kinderen. Voor de mensen in Gaza die op de ruïnes van hun huis zitten en niet weten waar ze het moeten zoeken en wat hun toekomst zal zijn. Mensen die hun kinderen verloren hebben bij een bombardement. We bidden u voor de familieleden van al die mensen die uit het leven zijn weggerukt op een gruwelijke manier. We bidden u voor de soldaten die de strijd ingestuurd worden en niet weten wat er op hen wacht. We bidden u voor de mensen in de tunnels of ergens, u alleen weet waar, die al zo lang verstoken zijn van alle nieuws en niet weten hoe het zal eindigen. We bidden u voor al die mensen die radeloos geworden zijn. We bidden u voor die mensen die u zoeken en het zoeken hebben opgegeven. We bidden dat uw overmacht en uw kracht, dat weten we, zo groot is dat u het heil voor Israël zal geven. Vrede, eindelijk vrede, na al die eeuwen van verguizing en van opvlammende haat, dat u zult laten zien dat u alleen God bent voor de poorten van Jeruzalem. We bidden u dat u ons in staat zult stellen om iets van u te laten zien aan christenen die lijden, aan joden die lijden, aan Arabieren die lijden. Dat we te midden van het geweld dat er gebeurt, iets van uw bewogenheid, en dat zegt u over uzelf, ik ben barmhartig, genadig, geduldig en groot van goedheid, dat we dat mogen laten zien. Wilt u ons daartoe in staat stellen door de geest die ons bewoont. Vergeef ons onze schulden. Ook als we soms misschien wel weten wat de zonden van uw volk zijn en onze eigen zonden over het hoofd zien. We verootmoedigen ons voor u en help ons om ook in deze moeilijke tijd soms, waarin de strijd ook voor mensen die een goed getuigenis geven van uw volk opleidt, om daarin getrouwd te zijn. Geef u ons de woorden die we moeten spreken. Geef u ons de handen die mogen helpen. In Jezus' machtige naam. Amen. Dankjewel, dominee Henk Poot. En u bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En aanstaande vrijdag organiseren we in Nijkerk de Holocaustherdenking. Dat doen we ieder jaar rondom 27 januari. Dit keer dus op vrijdag 26 januari om 1:00 middags in de Fontein in Nijkerk. En er zijn nog plekken over. Dus als u nou kijkt en u denkt van het vind ik mooi om ook bij aanwezig te zijn, dan kunt u zich aanmelden via cvi.nl. /herdenking. Van harte welkom allemaal en we hopen dat er heel veel mensen ook naar deze herdenking zullen komen. En u kunt uiteraard ook op de hoogte blijven over actualiteit, over gebedspunten, concrete dingen waarvoor u kunt bidden en wat op dit moment aan de hand is in Israël. En daarvoor verwijs ik u graag door naar onze website cvi.nl/actueel. Nogmaals dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.